Deze nieuwsuitzending. Die moet je niet te serieus nemen. Ik ga het hebben over asymptomatische corona. Ik. Ik val van mijn stoel. Wat krijgen we nou weer? Snap jij het nog? We moeten met mondkapjes in de bus zitten. op voorwaarde dat ze niet werken. En de corona is tegenwoordig ook zonder symptomen. De coronasymptomen. Corona die leken altijd veel op verkoudheid. Maar nu heb je ook een verkoudheid. zonder dat je verkouden bent. Ja, ja. Ja, het heerst. Ik ben drager. En ik ben drager van een... Uh, ja, dat gaat via de lucht, snap je? En daarom mijn mondkapje. En uh, ja, wil je me alsjeblieft geen hand geven, want... Ja, die, die, uh, ik zit helemaal onder de virussen, snap je? Die, die virusdeeltjes zitten ook op mijn hand. En het is weliswaar niet overdraagbaar via huidcontact... maar toch heb ik liever niet dat het... Uh, ja, het moeten wel mijn virusdeeltjes blijven, snap je? Ik moet ze wel zelf mee naar huis nemen, al die viezigheid om me heen. En ik heb verder nergens last van, hoor, maar... Uh, Geef me geen hand, want ik heb asymptomatische corona. Geen verschijnselen of zo, nu. Nee. Maar ik heb het wel. En dan zeggen die mensen: Ja, ik ben heel officieel positief getest. Dus ik moet het wel hebben, want ik ben heel officieel getest. En als je dan aan die mensen vraagt. Hoe ben je dan getest? Dan weten ze dat niet. Ze weten hooguit dat ze een PCR 2, of een PCR 4, of een PCR. Van uh, Glaxon smiths of. Uh... Nou, dat weten ze dan. Maar ze weten niet wat PCR betekent. Ze. Op zijn Nederlands is het een PK. Ja, een PKR. Polymerase kettingreactie. En die man die dat geintje heeft verzonnen, heeft nog gezegd van. Ik weet niet precies wat hij heeft gezegd. Hij zei wel van deze methode is niet nauwkeurig genoeg om een uitspraak te kunnen doen over het soort virus. Je kan er iets over zeggen, een gevoel krijgen van het zal wel ebola zijn. Of... Maar je weet niet of het iets heel specifieks is. Daar moet je het niet voor gebruiken. En die mensen zijn daarmee getest en die hebben bingo gescoord. Ja. Tja, ja, wat moet je eraan toevoegen? Een of andere vage test en een polymerase kettingreactie. En dat weet jij wat het is. Ja, dat is net zoiets als havermout met honing. Dat is best wel lekker. En je weet helemaal niet wat het is. Punt. En je hebt een blindelingsvertrouwen... in dat mensen die dat soort ingewikkelde woorden uitspreken... ja, die moet je vertrouwen. Kijk, en die jeukerigheid... Is een soort jeuk van de mensheid... waarvan de rest van de mensheid zin heeft om eraan te gaan lopen krabben... daar hebben we al honderden jaren last van... Die priesters met hun geouwe hoer, dat is tot daar aan toe. Als je daar niet naar luistert, heb je echt nergens last van. Het punt is dat iedereen gaat lopen luisteren naar die priesters, wat die zeggen van die ingewikkelde woorden. Zoals de uh, polymerase chain reaction. En dan vinden we het allemaal geweldig. Met een wattenstaafje in onze lichaamsholte. Dat kan nog erger hoor. Serieus, het kan nog erger. Wij zijn in een raptempo bezig om aan deze idioterie te wennen. Dan krijgen we nog meer idioterie. Wat denk je nou? Ze houden ons bezig met idioterie. En als wij dan meegaan in idioterie, dan krijg je het fenomeen adaptatie. Want alles went, behalve een vent, dan krijg je adaptatie. En dan raken we eraan gewend en dan verdwijnt het uit ons beeld. En dan wordt de volgende stap nog makkelijker, bij En dan wordt het ideaal, man. Ja, kijk, wij zijn nu al zo ver dat wij het heel normaal vinden dat gezinnen geen tijd hebben om te zorgen voor de kinderen. En trouwens, dat is uh, vrouwenwerk. <laughs> en dan sturen we al onze kinderen gewoon naar school. Want wij hebben daar geen tijd voor. Ja, moet je even indenken hoe dat is voor je kind, hè? Dat is, even, dat is even leuk geboren worden. Papa en mama wilden je zo graag, maar ze hadden geen tijd voor jou. Nee, want je moet naar school. Daar kan papa en mama niks aan doen. De meeste ouders zijn reuze blij met het feit dat ze niet hoeven zorgen voor hun kinderen. Laten we het daarover hebben. Als je het hebt over asymptomatische corona. Vrouwen willen wel een kind, Dan kunnen ze mee pochen op een verjaardag. Maar ze willen er niet voor zorgen. Dat moet uh, het kinderdagverblijf maar doen. En de uh, buitenschool ze opvangen. En de, en de voorschool, dat krijg je ook nog. Ja, het maakt mij niet uit. Asymptomatische corona is het. Het maakt niet uit. Echt niet. In het leger van Allah vechten 100 strijders, waarvan 99 mannen. Dat staat ergens in de Koran. Dus. Aan alles zit een keerzijde. En aan idioterie heb je ook een keerzijde. En die heet zinnigheid. Een beeld en een blik. Yeah. En dat je denkt, net als Danny de Munk, krijgt toch allemaal de kleren? Valt toch allemaal helemaal dood? En je asymptomatische corona. <laughs> Is dat voor een bullcrap? Die hele coronatoestand, dat behelste een sterftegolf van acht weken met een piek na vier weken. En die piek was extreem. En die piek was ook extreem snel weer weg. En dat betrof uh, zwakkeren. En dan niet zozeer baby's, want die zijn ook zwak. Met een, uh, ja, nog geen werkend afweersysteem. Hè. Maar dus met name oudere mensen. En daarvan ook nog mensen die toch al wat hadden. En heel veel oudere mensen hebben wat. Heel. Vroeger gingen we in Nederland uh, vriendelijk dood als we veertig waren. Dan hadden we voor de rest geen last meer van jou, snap En tegenwoordig blijft iedereen maar leven. Dat is de nieuwe hobby van de Nederlander: steeds ouder te worden. En ouderdom komt met gebreken. Ja. Zelfs uh, Werry Pinkel weet dat. Ik heb fibromyalgie. Nee, daar word je blij van. Zo'n lekkere, vage klacht. Dat iedereen zijn schouders ophaalt. Ja. ja, dat is jammer, hè? Ja, ik maak me zorgen over hoe ze mij in leven moeten houden. Ja. Want als het op deze manier doorgaat. dan zit ik hier morgen nog. Dat wil je toch de mensheid niet aandoen? Zo'n oude lul. Het is daadwerkelijk een oorlog tegen de ouderen. Want die coronacrisis heeft heel veel geld opgeleverd. Het ging allemaal bejaardigingen. En al die premie die vervalt dan aan de Huppeltje Pub. nog de verzekeringsmaatschappij niet meer uit te betalen. Voor. Snap je? En dan ging het dan. oudjes afslachten. En dan gaan ze die jongeren gaan ze pakken. En die gaan ze pesten. Moeten die jongeren allemaal om negen uur 's avonds thuis zijn? Want anders gaan ze stoute dingen doen. En die jongeren raken daaraan gewend en ze worden allemaal bang voor elkaar. En, uh, oh, we steken elkaar aan. Nee. En dan tussen al die idiote jongeren krijg je een, een soort geheim genootschap van jongeren. En die, die, die doen er niet aan mee, gewoon helemaal niet. In het verborgen doen ze er niet aan mee. Ze spelen een toneel. En die jongeren die weten die jongeren als ze zo gaan leven wanneer ze dan de woorden van Christus vinden ergens op een zolder, of een, je weet niet hoe iemand het woord vindt. En ze snappen het. Een De wereld is een theater. Shakespeare dat was een organisatie. Dat was niet een mens. Niemand weet waar William Shakespeare is geboren. Er schijnt een geboorteregister te zijn van een man in St. Etenburghshire of zo. Dat is allemaal onzin. William Shakespeare was een operatie. Betaald en wel. Net als de Beatles. Er is een partij geld gepompt in de Beatles, jongen. En die band, uh, hoe heet die nou? Super Ook. Dat heeft in de krant gestaan. Die gozers die kregen geld, jongen. Ja, vind je het gek? Dat is theater. Het nou, theater is om ons heen en bij William Shakespeare was het dan zo dat, ze, dat het duidelijk was dat het theater was. En dan gingen ze op toneel, gingen ze zeggen dat het leven slechts een toneel is. En dat is, dat is waar. Dat is een waarheid als een koe. De wereld is een toneel, dat is een theater. De wereld is een theater en daarin treedt de, de, de individu op, de, ja een atoom, een alles, alles is optredend. Ja toch? Alles treedt op. Ook muggen treden ook op. Ik heb uh, vogels treden ook op. Ik heb een keer, liep ik uh, van uh, af het huis van mijn moeder om, zes uur s morgens, echt heel vroeg. En ik liep door die uh, ja, totaal stille straten daar in Almere. En dan komt uh, ik was de deur nog niet uit. En dan komt er een merel uit de bosjes. En die uh, loopt, nee, die, die hippe, hè? En die hipte met me mee. In mijn tempo, hè. Geen probleem, hè. Pjoe, 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 Pioop, pioop. En dan tot aan de hoek, en dan reed even mee de hoek om. Pioop, pioop, pioop. En dan kom je bij die trambaan, dan moet je eroverheen, en toen was hij weg. Maar dat stukje met die bosjes, dat, dat vond hij wel leuk. nee, dat loopt Perry Winkelman, die ken niet wezen. Ik loop even mee. De wereld is een voorstelling van de wil. Dit staat vast. Er is geen twist over mogelijk. Er is heel veel over getwist. En die onzin, daar stoppen we mee. Want het betwisten van het feit dat de wereld een voorstelling is, veroorzaakt door een wil. Dit staat vast. Ja. Dit is het logische concept, de logische nee, concept. Het logisch fundament: van elke religie. Ook van het satanisme. Waarmee ik samenvat de hele meuk van. Uh, dat kwaadaardigheid ook kan. Het ligt er maar aan of je het als kwaadaardig ziet. Zoals Sonja Barend zo beleefd vroeg: aan. Hij, hij is beroemd, ik mag zeggen. De, de, van den, Robert van den Luidgaarden. Ja. Die ging te biecht. Bij Sonja Barend. Op, uh, Sonja op Dinsdag of zo. En dat Sonja aan uh, Robert van der Luidgaarde vroeg. En, ja, eh, vond je het zelf ook niet een beetje opwindend? En dat je ook. Eh, het was voor jou toch ook iets? Een jongetje van veertien die seks heeft met uh, de internaatleider. Ja, toch? Die heeft ook asymptomatische corona, denk ik. In quarantaine, zo snel mogelijk. Ja. Ik heb geen medelijden met iemand als Sonja Barand. Ik heb niet eens medelijden met mezelf. Ik heb medelijden met. Met mijn moeder heb ik medelijden. Och erm. en met mijn zus heb ik medelijden, ja. maar niet met Sonja Barend. Die heeft een heel groot huis en die heeft een, een, een perde stal. Ja. Die wordt elke dag verzorgd, hoor. Poen genoeg, ja toch? Dus daar heb ik geen medelijden mee. En ze heeft Robert van der Luidgaarden afgezeken en. Dat uh, plaatst haar bij mij in het uh, pissige deel van mijn dagboek van het leven. Want uh, je moet wel, uh, bij Robert van der Luidgaarden. dan kan je wel zeggen wat je wil. En je blijft van hem af. En niet beledigend worden. Dat hoort niet. Ja, maar piggy, waar kan ik meer vinden over Robert van der Luidgaarde? Nou, als je op mijn kanaal gaat zoeken, dan kom je wel wat tegen. Je komt er zelfs eentje in tegen waarin ik stukken heb weggeknipt. Dus ik heb een uitzending van het net gehaald. En op verzoek van Robert van der Luidgaarde heb ik de stukken uit weggeknipt. En opnieuw geüpload. En aan hem gevraagd: mag het zo wel? Dan zei hij: nou, laat me gaan. Tijdens dat originele werk werd ik zo boos. En dan mensen zeuren over asymptomatische corona. Want ze zijn PCR-positief getest. Ik ben blij dat ik die boze stukken over Robert van der Luidgaarde die eruit geknipt heb. Dat, zonder meer. Als zelfs Robert van der Luidgaarde het te ver vindt gaan, dan is het te ver. Geen discussie over mogelijk. Een asymptomatische corona bestaat niet. Want... hij hey, sta stil bij wat een virus is. Een, een virus, dat is een verzameling moleculen... van het type DNA of RNA. En je hebt ook RNA-virussen... Eigenlijk is het in beide gevallen is het uh, broodkruimels van brood, waarbij jouw uh, genetische info die de godganse tijd wordt gekopieerd. Hè? Hou er rekening mee. Je bent uh, per seconde aan het je, je DNA aan het uh, RNA'en of uh, whatever. Je bent de Godganse tijd bezig. En je stopt er een frikandel in en jij denkt: Ik ben klaar. Nou, jouw lichaam niet. Hè? Dus de godgangse tijd is je DNA, dat wordt ondervraagd. En als je je DNA ondervraagt, dan gaat je DNA dus helemaal raar. Dat gaat dan snappen dat bepaalde delen vaker ondervraagd worden dus worden andere delen die worden op inactief gezet, want daar heeft toch nooit iemand nodig. Dus je moet je voorstellen dat je een computer hebt, alles wat je vaak zoekt, dat staat gelijk bovenaan. zo, zo werkt je DNA, net als Google in feite. dus je, als jij onder, met je cookies hè? En dan zit ernaar te zoeken en dan Google weet steeds beter wat jij bedoelt. Ja, zo is je DNA ook. En daar brokstukken van. En dan wordt er gezegd: ja, sommige brokstukken. die, die doen een herintreden in de cel. En, en dan gaan ze als brokstuk DNA gaan ze de, ja, de cel zo maken. dat hij nog meer brokstukken krijgt. Dat is de virusgedachte. Wat je ook kan zeggen is dat iemand een toestand heeft, dus een mens een toestand heeft, en dan brokkelt er allemaal DNA uit. Ja. Dat virusuurtje, en dat is ja, op zich niet besmettelijk. Maar kom je bij zo'n persoon in de buurt en neem je zijn geest, dus hoe die is, en die man zit niet lekker, vrouw, zit niet lekker in zijn vel, en jij, oh ja, dat is ook heel erg, ja, dan krijg jij het ook. Dus dat het een. een ja, iets geestelijks is. Er is ook een reden waarom het altijd weer plaatsvindt in de wisseling van de winter naar de zomer en vice versa. Dat is altijd hetzelfde. Dat, dat nummer van de Blue Oyster Cult. Come on baby, feel the reaper. Is dat mooi, een stukje? The seasons, the wind and the rain don't feel the reaper. Er wordt gezegd van dat nummer dat dat satanistisch is. Maar dat is niet zo. Die man was, uh, die dacht dat hij zou sterven aan kanker. En hij wilde dat positief blijven bekijken. En hij heeft de boel overleefd. All the times I've come. I've come, denk yeah, ik. Here I am gone. The seasons don't feel the reaper. No do the wind, the sun and the rain. I will be like Adam until the reaper. De oh, tekst ken ik verder niet. Je snapt het toch wel. Het gaat uiteindelijk om je eigen levendigheid. En voor de rest word je ziek. Over geneeskunde is... 2400 jaar geleden is erg verstandig gezegd door Aristoteles. Die zei: het beroep of de techniek, de kunst die iemand tot dokter maakt, is dat zo'n iemand de wil tot ziek zijn, kan opheffen. En toen was er een grapjurk en die zei... Ja, maar hoe zit het dan met een dokter die ziek wordt? Kan die zichzelf genezen? Want dat kan niet. Toch? Want de, een patiënt is iemand die ziek wil zijn. <laughs> Dit is Aristoteles, hè? De wil tot ziek zijn bij de patiënt opheffen. Dus iemand wil ziek zijn. En dan gaat hij naar de dokter. En dan wordt zijn wil tot ziek zijn opgeheven door een mens. En die mens noemen wij dokter. Dus je hebt allemaal mensen die willen ziek zijn. Nou, dat is helemaal niet erg. Dan ga je naar de dokter. En die heft die wil tot ziek zijn op. En hoe gaat het dan met een dokter die zelf ziek is? Kan die zichzelf genezen? Ja, natuurlijk, zei Aristoteles. Dat is heel eenvoudig. Want je aanwezigheid is fragmentarisch. Het is dan weer dit en dan weer dat. Dus iemand die dokter is, die... Kan zichzelf beschouwen en zeggen: Oké, okay, nou is het afgelopen. Papa de papa de papa de papa de gaan we doen. En die geneest zichzelf. Toen hij inzag dat hij een wil had tot ziek zijn, die hij op wilde heffen. En dan grijp je hem. Aristoteles heeft in het Grieks natuurlijk iets gezegd. En in het Latijn klinkt het best leuk. Anima est quodam modo omnia. De ziel is in zekere zin alles. Aristoteles was niet gek. De wonderboy van de Griekse tijd, denk ik. En heel veel verguisd. Er wordt, er, er, wordt er, er wordt geen les meer ingegeven. Nou, Aristoteles was die gozer die kwam met het idee. Van dat je kan wel lullen over ganzen en dat ze dan komen en weer gaan. en de, de seizoenen of zo. Maar ga nou eens tellen met die ganzen. Hoeveel zijn het er eigenlijk? Iedereen lult erover, maar... En Aristoteles, die heeft dus een geschrift gemaakt met tellingen van ganzen. Dat was kennelijk een item in die dagen. En Aristoteles dacht, net als ik dat denk, en ik ga die getallen eens even bijhouden. Bij dus ik hou die corona-sterftecijfers bij. En de CBS, dat zit te voetelen. Dat kan ik zo zien, dat klopt iets helemaal niet. Als je hier in Nederland doodgaat, dan kan het zes weken duren voordat je bij het CBS op de, de website staat. En waarom is dat? dat je, het moest gecontroleerd worden. Zo. Zes weken. Iemand is dood. Nou, dan kun je toch een uur later je dat toch publiceren? Als CBS. Dus je krijgt uit Amsterdam... Dan krijg je een lijst binnen van iedereen die overleden is. In het Maria ziekenhuis, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Allemaal die doden. Ja. En dan sommigen, horen ze pas na zes weken. Ja, dat loopt lekker daar, hè? Kijk, bij Facebook, als je er wat op pleurt, dan uh, binnen uh, 15 minuten ziet je neef in Amerika het ook. Maar als je hier doorgeeft als dienstdoende arts dat er iemand dood is, dan duurt het zes weken voordat het CBS het weet. Ja, ja. Volgens mij hebben ze bij het CBS allemaal asymptomatische in corona. Is dat het probleem? Het hele besmettelijke vorm van. Uh, ja, een luie hond. Dus je had vroeger de rode hond, maar zij hebben een luie hond. Laissez-faire. Je zou eens bij die mensen van het CBS thuis moeten kijken hè? in de boekenkast. Want ik denk dat ze de meeste wel een boekenkast hebben. En daar staan er boeken in, in het Frans. En dan kon je bij die CBS'ers naar binnen. hè? En dan zeg je, mag ik even je boekenkast zien? En dan zie je allemaal uh, van die Fransozen titels. En dan doe je net alsof je net gebeld wordt. En dan zeg je, oh, ja, ik ben even aan de lijn. Ja, sorry, ik ben niet bezig. Is dat belangrijk? Oké, okay, dan wacht ik even. Ja. Nee, dan wacht ik even. Ja, en waar? Ja. ja dat is goed. Ik, uh, ik hou er rekening mee. En. Dan hang je je mobieltje op en dan draai je om naar die persoon. En dan denk je van, ja, als u het erg vindt, ik zou wel een glaasje water lusten. Ja, ik heb een zwaar beroep. Hè. En dan krijg je een glaasje water en dan komt de M1 er binnen, traag als. arresteren die handel. Ja, zoiets heet met de Franse Slag. Dat doet het CBS. Ze doen er een gooi naar. Aan het einde van het jaar houden ze een afsluiting. En geloof me nou maar dat ze dan in de loop van januari van het nieuwe jaar. hebben ze nog wat extra doden. Die waren eigenlijk van december, maar. Ja, die zetten we maar in het nieuwe jaar. En maakt het er geen donder uit. Dat is het CBS. Dat is asymptomatische corona. Ga maar proberen, hoor. Ga maar alle CBSers testen met een PCR en dan die betere PCR. Want je, ik zei net, uh, Glaxmith zo so Klein of zo, hè? Gleg, Klein hè? en Klein. Je hebt ook nog Pfizer. Hey. de Pfizer PCR. Even de Pfizer PCR. Dat ook als term een Pfizer. Pfizer PCR. Over die uh, die TBSers. Nou, maar eens kijken. Het is allemaal asymptomatische corona wat ze hebben bij het CBS. Ze hebben er heel. Ja, ik, ik mankeer niks. niks. Uh, nee, ik, ik mankeer helemaal niks. Dus nee, ik voel me echt hartstikke goed. En, uh, de cijfers bijwerken. Ja, ja, dat vind ik ook. Ja. Ik heb hier een hele grote stapelen. En dat uh, staat allemaal gerangschikt. Ja, uh, uh, dus. Ja, uh, ik mankeer niks, snap je? Ik heb een luie hond, heb ik. Oh, dat meen je niet. Ik heb een wijf en dat doet een yoga. En dat vind ik wel leuk, want dan neuk ik haar. Nee. Dus ik een kind ga, ze even yoga doen. En dan... Dat is een luie hond, jongen. Ja, en CBS, dat heeft luie hond. Super besmettelijk. En het liefste doen we er allemaal aan mee, of niet? Geef eerlijk toe. We willen allemaal asymptomatische corona. Eigenlijk. Stiekem. Een pleegkind van Wim Kruidentuin. Die, uh, die vond zichzelf verplicht om uh, zo'n PCR-test te laten uitvoeren. Met een wattenstaafje in haar neus. En die is kwaad geworden, jongen. En die zei: Dit vlekje me niet. Ja, ik ga. Nou, ho, ho, ho. Als je nou nog verder gaat met dat wattenstaafje, dan schop ik je in je. Ja, dat heeft Wim goed gedaan. En toen hebben ze bij haar wangslijm afgenomen. Het schijnt dat dat ook kan. Maar ja, dan weten ze nog steeds niet zeker of ze asymptomatische corona heeft. Hé, hey, want je hebt ook fout negatieve. Dat doe je in de PCR-test en dan is dat ja, negatief. En dan zeg je, ja, ja fout negatief, dacht ik. Wie willen geen asymptomatische corona? Het enige wat je hebt, is dat je mag niet kunnen niezen. Want als je gaat niezen, heb je geen corona. Omdat corona longdinges uh, heeft, en dan ga je echt niet meer niezen. Dat is dan over. Dus ja, je moet het niet opgeven. Maar je kan altijd nog volhouden. Ja, ik, ik heb dermate asymptomatische corona... dat ik dus uh, wel nies. En dat, dus, dat corona-aspect... Dat, dat komt bij mij dus ook niet door, symptomatisch door, snap je? Dus ik ken wel niezen. En ik heb dus toch asymptomatische corona... want ik kan dus toch niezen. En die PCR-testen, die kloppen niet, man. Dan moet je kijken of je bij Merck, Sharp and Doom. MSD. Merck, Sharp and Doom. Hoe zit het met die uh, coronatesten? Eh? Ja, als jij het negatief test, uh, gelijk uh, protest aantekenen. Wat ik gezegd zeg, bij Pfizer, daar heeft Perry Winkel gewerkt. En uh, nou, ik vertrouw die firma niet. Ik vertrouw die firma namelijk ook niet. En ik heb er gewerkt. Tje. Ja, maar Piggy, hoe moeten we dit allemaal vrolijk zien? Nou, ik dacht aan het begrip werkeloosheid. Voor vrouwen. Om te beginnen. Tjuh. En dat die vrouwen allemaal een basisinkomen krijgen, daar zijn we er van af. Ben je een vrouw, krijg je basisinkomen en dan moet je nou je muil houden. Dat vind ik. En als je je leuter stopt in een vrouw met een basisinkomen, ben je een zakhoi. Ben je een motherfucker. Dus dat doen we niet. In. Je stopt je leuter in een vrouw die jij onderhoudt. Die vrouw die haalt maar van één soort euro. Dat is namelijk de euro die uit jouw reedsak komt van wat je verdiend hebt met het teren van de daki in Oesterwoude. En die centen, die geeft jouw vrouw graag uit. En die andere centen niet. Want dat is niet van haar kerel. Ja, toch? Mensen doen ze ingewikkeld over het leven. Dat moet je niet doen. Ze, die vrouwen met die feministische gedachten... die ...hebben denk ik ook allemaal asymptomatische corona. Ze Je doortesten met die handel. Ah, oh, toch weg. Ik denk dat het werkelijk een aantal coronapatiënten hier op deze wereld is dus 98,98,98 procent ,98%, hoor. Ook decimaal, snap je. Iedereen is knettergek. Zelf wilde ik nooit... Ja, ik wilde wel een vrouw... Zoals Adam er eentje wou. En dat liep ook fout af. Dus dan kan jij je afvragen, uh, Piri, hoe zit het dan? Een ezel in het algemeen, die stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Dus dan ben jij niet gelijk Adam, want anders is Adam een ezel, want die ging het voor de tweede keer doen. Um, dit snap ik niet. Die redenering. Die, die, die begrijp ik niet. Ik, ik ben een ezel. Gelijk Adam. Dat is iets anders. Ik ben al een dan. En ja, dat hou ik graag zo. Hier. Ja. Dan ben ik ook nergens verantwoordelijk voor. Dat is een, ik begrijp de gedachte van Adam wel. Het zou toch geinig zijn als een wijfje die kan toch koken. Ze kennen wel wat. Eh. Ja, dan willen die wijven allemaal carrières gaan maken. En dan moet je dat goed gaan vinden. En dan zie je ze allemaal hele rare beslissingen nemen. En dan denk je van, oh, 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 oh. Maar dan kennen ze weer een andere man en die zal er wel helpen. Ja, dan ben ik maar het zo prachtig mijn zwager, oh, oh, oh. zijn vrouw die moest ook zo nodig werken en die was academisch geschoold en hij was ook academisch geschoold in biologie. dat doe je niet vind ik als man. wat ga je dan de rest van je leven doen? met vlinders kijken? bovenop walvissen zitten en dan urine monsters nemen van dolfijnen. Zo. Wie wordt er nou bioloog? En die sukkel is dan doctorandus biologie geworden. En die treft zijn vrouw en die is doctorandus uh, psychologie. En die was helemaal het liefje van de professor van de universiteit van Utrecht. Utrecht, denk ik. Of Amsterdam, maar dat weet ik niet meer. En dan ging ze met haar professor regelmatig naar Amerika. Dit verhaal is om je te bescheuren. Wauw. Oh ja, en zij was van die uh, bierfamilie. Swinkel. Swinkels. Die brouwen dat bier uit uh, Beieren. Biafra op zijn Nederlands. Je hebt dat Biase Bier. Dat is net weer Biafra Bia. Die, die, ja, je kent het wel. Het is gewoon niet te saper. Bavaria bedoel ik. Maar dan wordt een hoop geld in verdiend. Marketing, business erbij. En hij moest met haar trouwen onder huwelijkse voorwaarden, anders mocht zij van haar papa niet trouwen. Wat een drama. Gelukkig is mijn zwager lul van een kerel. Die heeft echt niet beter verdiend. Over die man kan ik nog een aparte uitzending houden. Kijk, we hebben het over asymptomatische corona. En hij heeft het. Die man is knettergek. Die, die, man, die, die is was een keer op een verjaardag. En toen was alles nog koek en ei. Hè? En toen zei zij tijdens die, die verjaardag. Want ze, hadden van, ze waren verhuisd vanuit Utrecht, waar ze comfortabel woonden. Naar een huis in Leut. In de buurt van Nijmegen. En dat was dan handig qua werk. En het was een. een... Ja, ik zou zeggen. Gewoon... Ja, je kan er wat van maken. Maar dan moet je er wel wat van maken. Ja. En die lul die was er gewoon in getrokken. Die had de meubels neergepleurd. En gedacht: Nou, ben ik klaar. Maar er lag bijvoorbeeld geen kleed. Daar stoor ik me ernstig aan. Op een vloer. Of je hebt tapijten, maar dat, is ook, dat hoeft niet. je hebt een vloer en op de vloer ligt een kleed. Ja. En niet één, maar een paar. Ja. En dat deed die lul niet. En die architect, dat was ook een, was een zak hooi. Oh, had dat huis ontworpen. En wat had die lullo gedaan... Je had een onderin de slaapkamer gereserveerd voor papa en mama. En dan door die slaapkamer heen hadden dan papa en mama een eigen badkamer aan de buitenmuur. Ja, dat is leuk. En nou hadden mijn opa en oma hadden dat ook in dat is ook niet zo heel bi. En, en dat was een heel klein huisje. Dat was een heetje-mutje-huisje. En mijn opa, die had in de badkamer een loeris van een ding, een straalkachel gehangen. Een speciale badkamerkachel. Een hele dikke stroomkabel en een zware schakelaar, waterdicht. En dan klak, klak. Je doet de kachel aan en dan gaan we in bad. In bad, we hadden geen bad. Met mijn opa en oma was een lavette. Kon je inhurken, een beetje poedelen. In de straalkachel. En zij kreeg van de kerel geen straalkachel, hè? Nee, uh, ecocentraal. Eco-neutraal. Ja, man. En wat gaat de, zij dan doen... Toen is ze uiteindelijk tijdens een zakenreis naar Amerika. is ze naar bed gegaan met die professor. <laughs> en ik kwam op een verjaardag bij mijn zwager. verhalen is om je te bescheuren. Ik kom eraan en er was tumult in de tent. Krijgen we nou, hè? leut. Ik denk, leut, dat is toch leut? Nou, tumult, allemaal bedrukte stemming. En wat was er gebeurd? Nou, die ochtend was de vrouw van de professor naar het huis gekomen van mijn zwager. En die had gezegd, jouw vrouw heeft het gedaan met mijn kerel. En ik pik dat niet. Ja, dat is een leuk begin van je verjaardag. <laughs> en ik dacht, goed zo. Ik vind het een lul. Zonder meer. Ik vind het een stuk verdriet. A asymptomatische corona heeft die gozer. Hij is nog niet positief getest. Ik heb die gozer dingen zien doen, jongen. Au, au, au. Nou moet je ophouden. Kleine kleuter. Gingen we... Met, met zijn familie en dan uh, dat is mijn vrouw, dat is zijn zus, natuurlijk. En die ouders die willen dan wel eens wat leuks gaan doen met de familie en die ouders vinden dan dat die twee kinderen van hun dat moeten organiseren. Nou die twee kinderen van hun die kunnen helemaal niet organiseren, want die zijn niet punctueel, die zijn uh, uh, moet zeggen heel druk. Zijn erg druk. Ja, en dan krijg je dat moeizame overleg. En dan uiteindelijk wordt er op verzoek van de ouders dan geregeld. En dat hoor ik dan allemaal. Want nou, we moeten naar oude Hans Dieren. Nee, Burgers Soe. Hier in Arnhem. Burgers Zoo, Daar moeten we naartoe. Allemaal op tijd zijn. Nou, ja, het beste. Dan kom ik eraan kachelen niks in de hand. En dan heb je, als je... burgersoep binnenkomt, heb je eerst die... penguins. En dan krijg je nog wat... meuken, wat papagaaien of zo. En dan begint het pas. En dan is daar een poffertje-tent. En ik dacht... Uh, ja, bestaat God? Of, en, en als God bestaat... Hè, heb je daar wat aan God? Dat vind ik dus een punt. Je kan wel zeggen dat die bestaat... Maar als je er niks aan hebt, dan maakt het uit dat die bestaat? Dus Dat heb ik van nature. En toen begon er iemand van mijn schoonfamilie te roepen: Zullen we beginnen met koffie drinken en gebak? En ik denk: zie je wel, die gozer bestaat. Ja, lekker zitten. Ja, ik heb de gat gaan. Ik heb al de auto moeten halen. Ik heb al, ik weet niet hoeveel dingen moeten doen op mijn vrije zaterdag om er eindelijk te arriveren met mijn auto en mijn schone schoenen. Ja, ik dacht eerst even ik bakje koffie, in een happy happy. Dus we zitten allemaal lekker aan een lange rechte tafel en dan gaat mijn zwager die gaat naast mijn schoonmoeder zitten. Misschien dat hij dat beter niet kan doen. Of, of uh, Anyway, het duurde niet lang. Of mijn zwager die schoof met een knal zijn stoel naar achter. En die beende de poffertjeskraam uit. En die ging buiten staan zonder te roken. Tenminste, de rook kwam uit zijn oren. Ik zou dan een checkie opsteken. Maar ik ben mijn zwager niet, want die is eco. Al die kinderen zo, wat is je naam in de hand? Ja, yeah. ja, dat vraag ik me, dat vraag ik me af. Dus asymptomatische corona. Het punt is, je bent niet positief getest, maar je bent zo besmettelijk als wat. Want dat kanker, dat zet zich voort. Hè? Die kinderen, die zien, uh, dus die, dat neefje en nichtje van mij, die zien hun papa hele kinderachtige dingen doen. Mijn dochter, die ziet dat ook. En iedereen doet normaal. Tja, dat is besmettelijk. Dat is heel vervelend. En wat moet je eraan doen? Al die mensen positief laten testen en in quarantaine plaatsen? Hoe moeten die mensen hun eigen toilet schoonmaken? Dan krijg je dat probleem. Ik denk dat het het beste is dat wij erop vertrouwen dat Paulus, toen hij schreef aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 19, Dearly beloved, vengeance mine. So. Dit komt direct uit het Grieks. In de King James is daar het woord is bijgevoegd, en dat is discutabel: Dearly beloved, vengeance mine. Dat staat er in het Grieks. Dan kan je op je kop gaan staan, maar dat staat er in het Grieks. Waarom zou het niet zo zijn? He? Als Paulus het al zei, dan is er namelijk niks aan de hand. Dan laten wij dat gaan. Wij hebben. En waarschijnlijk, als je ons gaat testen met een PCR. hebben wij een gemiddeld grotere kans. om negatief te schoren. Dat geldt ook voor mensen die roken. Mensen die roken hebben een kleinere kans. om aangemerkt te worden als coronaslachtoffer. Dat is geconstateerd. In Wuhan hebben ze gekeken naar het percentage rokers. Heeft iemand. En er waren allemaal Chinezen, Wuhanese overleden aan corona. En het was makkelijk op te zoeken wie er gerookt had en wie niet. En dan moet je weten dat al die Chinezen, die lopen te paffen jongen. En er zaten maar 10% rokers onder de coronadoden. Echt heel weinig. Veel minder dan verwacht. Het leven is geen geintje. Wij worden heel erg beperkt door angstverhalen en leugens in de media. En iedereen doet al te graag mee. Weinig mensen maken zich nog zorgen over de dingen zelf. Mijn dochter die zei. Dat vond ik heel eerlijk van haar. Zij zei, uh, ik zit te veel op social media. Zij heeft ook een keer tegen mij gezegd, ik weet denk ik niet goed wat discipline is. Dus mijn dochter maakt een kans. Dat wil niet zeggen dat het haar gaat lukken. Ze maakt een kans. Voor zichzelf of voor een ander. Dingen die je heel diep te nemen. En een mooie gedachte die ik jullie mee wil geven. Is dat de Heilige Geest? Die is zoals jouw moeder had moeten zijn in jouw ogen toen je geboren was. Dat is de aard van de Heilige Geest. De trooster. En ik zeg je dat je die aanwezigheid kan voelen in je eigen lichaam. Dan gaat dat tintelen. Oh, maar Piri, gaan we nou yoga doen? Nee, het is geen yoga. Het is... Uh, ik zit nu in mijn IKEA-bed, en er zit een kuil in. In een matras van 100 euro. En ja, die kan ik ook keren, maar daar heb ik geen zin in. <laughs> Dit is mijn eigen huis, mijn eigen bed. Als er visite komt, dan, uh, dan ruim ik op. Ik ben hier niet op visite, ik woon hier. En dan ga je zitten. En dan voel dan eens je, je chakra's. Je hoeft niks bijzonders te doen. Ik vraag je niet om op je kop te gaan staan. Je, je onderste chakra, daar hoort je anus te hangen. Dat doet hij waarschijnlijk momenteel niet. En dat is normaal iedereen heeft een ingetrokken anus die hangt onder je muladara. volg je dat nog? je muladara is je eerste chakra en dat is je anus hoe die bedoeld is en die anus van jou die zit er way up high een beetje samengeknepen anders laat ik een scheetje ofzo Angsthaas. Dan knijp je je anus dicht, snap je? Jojo, dat ik het even weet. <laughs> en ga even zo zitten dan. En dan voel je moeder daar gaan. Je, kom op, lekker zitten. Onder aan. Geen planten in de buurt. En zeker geen dieren. En al helemaal geen mensen. Doe maar net alsof je telefoon uitstaat. En je kan dit oefenen terwijl je kijkt naar internet hoor. Dus als je het saai vindt, dan ga je lekker internet kijken. En voelen waar je moeder daar hangt. En dan voel eens van rechts naar links. Ga eens wiegen. Van je ene bil op je andere bil. En voel hoe die linkerkant anders voelt dan je rechterkant. Aan de linkerkant tintelt het. De rechterkant is koud. Die kan beter tegen kou, zo moet je zeggen. Als je rechterkant is, is sterker. En je linkerkant is zwakker. Voel het maar. Als je je moeder voelt, dan kan je ook dat verschil voelen. En het enige wat je hoeft te doen, is heen en weer te gaan. Van de ene naar de andere kant een beetje duwen. En reggae-muziek helpt daar heel goed bij. Het, het is hele goede muziek om op te wiegen. En dan neem je je muladara als uitgangspunt. En daar zitten we dus eigenlijk. Dan heb je die billen. Ja, die benen bij mij, dat is nu uh, gestrekt. Ik, je kan ook nog gaan dansen in kleermakers zit. Kan je ook doen. Maar het is ook lekker om het uh, met een beetje half gestrekte benen allemaal lekker. Dat je helemaal alleen bent. Het punt is dat omdat wij in ons denken zoveel met andere mensen omgaan. Daardoor krijgt ons lichaam een gevoel van eenzaamheid. Daarom moet je het een zijn met je lichaam opzoeken. En dan voel je de Heilige Geest. Geef je lichaam tijd en aandacht. Ik zeg je. Jouw lichaam houdt van reggae. Jouw lichaam houdt ook van. van die. takken, de takken, de takken, de takken, de takken muziek. Ook. Geef dat je lichaam. Voel die chakra's eens. Je moederdaar aan, je billen. En een beetje wiegen heen en weer. En voel hoe dat een cirkel maakt door je rug heen. Zit daadwerkelijk aan je rug. Je hebt een soort schild op je rug hangen. Als een schildpad. In elektra. En dan alles lekker zo'n beetje open groeien. Beetje... Oh, wat je zo lekker voelt. Een oh, wiegen. En op een muziekie. Een goede muziekje kiezen. Welk muziekie vind je lichaam lekker? Ik ben een dance track aan het maken voor mijn dochter. En ik krijg jullie allemaal voor haar verjaardag. Moet je wel je e-mailadres geven. Dan krijg je samen met mijn dochter drie en een half uur. Echt, nee, meer of vijf uur. Echt verschrikkelijk veel. En je krijgt dan ook nog veertien keer. schier sublimaal. een stuk uit het Nieuwe Testament voor je kaners. ...een uitspraak van onze Heer. Ja, ik zal niet verklappen welke. <laughs> en het begint met reggae. En dan de rest erbij. Oh ja, geweldig. Ook jazz... Jazz is mooi hoor. Dat rustige. Jazz in de muziek, dat is de manier waarop een vlinder uh, vliegt. Punkmuziek, dat is meer. Uh... Nou, semebe of zo. Hoe die vliegen. Het is toch fijn om erover na te denken. Ja, dan krijg je dat voor de verjaardag van mijn dochter. Voor de trouwe luisteraars die de geheime code kennen. Kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen. Dan geef ik een code door. En als je die code hebt, moet je binnenkomen. En dan krijg je de mp3. Die is verschrikkelijk. Opwindend. Ook katholieke muziek erin. En dan de goeie, ja. Kijk, ja, als je dan toch naar katholieke muziek wil luisteren. dan kan je die slampamperij van Madonna wel nemen. Word je ook niet hot van. er is ook hele goede katholieke muziek. Heel opwindend. Een heel mooi nummer waarin. Het blanke ras wordt afgezeken. En alle blanken deugen niet. Ze deugen niet. Ze deugen niet. Alle blanken deugen niet. Nee, zij deugen niet. Want de blanken hebben nooit geducht. Nooit geducht. Echt heel mooi, harmonieus. Je zit er ook in. Ja, mooi En uh, van die, die Brit. Die vernoemd is naar een aartsengel. Die draaide een beetje door. En toen is hij weer in het gareel gekregen. Heel eerlijk nummer. En swingend. En mooie akoestische instrumenten. Dat vind ik ook leuk aan die uh, MP3 van mijn dochter. De, de, de mix is lekker. Lekker hard in je oren. Ik ga hem nog even luisteren. Tot de volgende. Doei.